Hans Nijland kijkt zorgelijk, maar daar is op dit moment weinig reden toe. De algemeen directeur van FC Groningen zag zijn club de hele week bovenaan de ranglijst staan. Dat dankzij een 4-1 overwinning in de eerste competitiewedstrijd tegen NEC. Het gezegde luidt, never change a winning team. Dus Michael de Leeuw valt voorlopig buiten de basis. We hebben nog geen beslissing gemaakt over de opstelling en die ga ik hier ook niet geven, want die weten de jongens ook nog niet. En de status van Michael die blijft gewoon hetzelfde. Die was vorig seizoen een hele belangrijke speler voor ons team. En die is dit seizoen nog steeds een hele belangrijke speler voor ons. Zal die ook nog zijn. En hoe we hem gaan gebruiken, dat zondag dat gaan we zien. Nou, dat is mijn tweede dag dat ik meetrain. Dus ik snap best als hij het elftal laat staan. Het leek vandaag ook alsof je even twijfelde of je bij de basisspelers moest gaan trainen of bij de wissels. Oh nee, ik twijfel er niet hoor, want gisteren was het precies hetzelfde en toen trainde ik ook bij de wissel. Dus dat was voor mij geen twijfel. Over Timo Letschert bestonden deze week wel de nodige twijfels. Hij viel uit met liesklachten, maar trainde vrijdag weer volop mee. Dus even afwachten. Hij heeft vandaag getraind. Hetzelfde geldt voor Michael de Leeuw, die vandaag weer volledig met de groep hebben meegetraind. Dus afwachten hoe hun reactie morgen is. Als ze geen reactie hebben, dan zijn ze allebei inzetbaar. Dus ik heb er wel goede hoop op. En goede hoop is er ook op succes tegen FC Utrecht. Zowel de basiself als de wissels maken tijdens de vrijdagtraining een strijdvaardige indruk. Hier scoort Gronings jongste doelpuntenmaker ooit, Kichairo Sivkovic. Het oogt allemaal frisser dan vorig seizoen. En toen wisten we ook hoe we moesten voetballen, maar het was in balbezit. Hebben we nu meer echt een eigen spel, denk ik. Nou, gewoon, we hebben een prima week gehad. En de trotse koploper is leuk en de goede aandacht rond de club is altijd goed. Zeker als het gebaseerd is op prestaties die je levert. Van de andere kant is het wel heel erg opportunistisch om trotse koploper te roepen. Wij hebben gewoon de eerste wedstrijd gewonnen. En er zijn nog een aantal clubs die de eerste wedstrijd hebben gewonnen. Ja, wij hebben het dikst gewonnen, daarom sta je bovenaan. Maar dat biedt voor de rest helemaal geen garanties voor de rest van de competitie of wat dan ook. Wij hebben deze week keihard gewerkt om ons voor te bereiden op Utrecht. En we hebben wel het gevoel dat we daar klaar voor zijn. Als ik even een simpele analyse van Utrecht kan geven. In balbezit gevaarlijk, zonder bal kwetsbaar. Dat is heel simpel, maar misschien zit er wel een kern van waarheid in, ja. Hoe gaan jullie daar dat bestrijden? Nou, dat betekent dat we weer moeten durven te voetballen. Hè? Want er komen de ruimtes te liggen op de manier zoals ze spelen. Nou, die moeten we gebruiken, daar moeten we lef in tonen en gaan. Aan de andere kant geef je heel goed aan, ze hebben een aantal echt gevaarlijke spelers in balbezit. En die lopen we hun voorin. Moulenga, De Kogel, eventueel De Ridder als hij speelt. Toornstra, Oor en aan de andere kant Tagaki. Dit zijn gewoon handige, goede voetballers. Ja, daar zal je toch op moeten letten als we de bal niet hebben. Zondag rolt om 2:30 de bal weer in de Euroborg. Door de goede prestaties wordt een grote toeloop van supporters verwacht. Het is dus verstandig om op tijd te komen. En tot slot nog een opportunistische vraag. En na aanstaande zondag is FC Groningen nog steeds koploper. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar wij kijken niet helemaal eigenlijk niet naar de ranglijst. Ik heb die vraag is me deze week heel vaak gesteld. Van hoe vaak heb je naar Teletext gekeken? Ja, eigenlijk niet. Want ik wist wel dat wij één wedstrijd hadden gewonnen. En dat we daar 3 punten voor kregen. Dus ja, dat is wel. Ik kijk over de langere termijn. En ik kijk ook vooral naar het spel. En hoe beter we het spel voor elkaar hebben. Hoe groter de kans op winst. Hoe groter de kans op spektakel in het stadion. Hoe leuker het voor de mensen wordt. En dat is ons streven. En dat hebben we ook vanaf het begin af aan gezegd. Hoe beter we dat doen, hoe meer punten. En waar we dan uitkomen, zien we wel.